master wat? Je prioriteit is inderdaad isoleren, isoleren, isoleren. Je zegt HVAC. Waarvoor staat die afkorting? Dat is Heating, Ventilation en Airco systeem. Kunt je ons zo eens een keer meenemen met wat er allemaal al veranderd is? Ik wil gaan renoveren. Wat moet ik daarvoor doen? Wat hebben jullie nodig? Dan gaat uw dek eraf moeten, dan gaan we geven moeten geïsoleerd worden. Regels, technologieën, veranderingen. Als je nu gaat vergelijken, 10 jaar geleden en vandaag de dag. Als je die renovatiekosten begint te maken, want dan wordt het verschil met een nieuwbouw ontzettend klein. Ja, ik denk dat je voor politiek niet kunt studeren. Ja, ja, maar daar kan al wel eens discussie over zijn. Ja. Tell me where the cash at. Tell me where to take, take it easy, yeah. Tell me where the cash at. I've been on the fast track. Shorty want my heart, but I can never backtrack. I just wanna smash that. Hit it, then I pass back. Shorty want my heart, but I can never backtrack. This ain't nothing. Politiek in het algemeen is redelijk. Wordt heel vaak heel serieus gepakt. Maar als je zo'n gespreksonderwerp ook weer op een laagdrempeligere manier kunt brengen aan de burgers, dan denk ik wel dat je daar... Ja, ik denk wel dat dat misschien eens goed is. Jawel. Ja, en zeker degenen die nog nooit naar de stembussen zijn geweest, hè, die dat daar... Ja, dat wordt een pittige uitdaging. Hè. Dat je nu kunt activeren op die manier, eigenlijk. Alleen te stoppen dat de jongeren... Maar niet alleen de jongeren, te stoppen dat de mensen gaan, hè, want de stemplicht vervalt voor de gemeenteraadsverkiezingen, dus het is dat stemrecht. Ze mogen vanaf 16 jaar gaan. Is al van u. 16, dat jij mocht stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja. Echt? Nou, dat wist ik niet. Europees gezien is het nu verplicht trouwens. Hè. Europees moeten ze vanaf hun 16 gaan stemmen. Er was in het begin die van 16 mogen gaan stemmen, maar dat is nu vorige week door het grondwettelijk hof bepaald dat die moeten gaan stemmen, omdat de wetgever zegt nu, of het grondwettelijk hof zegt van er mag geen verschil zijn tussen minderjarigen en meerderjarigen op vlak van mogen of moeten gaan stemmen. Dus voor Europa moeten ze nu gaan stemmen, hè. 16-jarigen ook al. Ja. Op zich vind ik dat niet verkeerd. Nee. Maar dan moet er wel wat duiding gegeven worden bij dat verhaal. Dan moet er wel een beetje context gecreëerd worden van ja, waar ga ik het nu eigenlijk over? Ja, want... Dat is ook de reden waarom Tom Waas met dat programma start op VRT nu. Om jongeren toch wat te betrekken bij heel het proces van verkiezingen en hoe gaat het daarmee omgaan. Ja. Dus het is wel goed dat er wat duiding in de kantlijnen wordt meegegeven. Want anders is het... Ja, ik denk dat jonge mensen vaak nog iets makkelijker te... kneden zijn op bepaalde vlakken. Dus, en ik denk dat imago van de politiek is ook wel een hele grote rol speelt. Ja, ik weet niet of dat... Daar hebben we toch in België toch al wat dingen zien passeren de afgelopen jaren. Ik weet niet of dat... Allee, ik denk zonder omkadering dat dat misschien ook een risico kan zijn. Hè? Ik denk dat de mening van de jongeren superbelangrijk is. Superbelangrijk, maar dat ook wel een beetje inspanning vraagt van de politieke kant om daar toch wel wat... op hun maat ook mee om te gaan. Hè? Ja, want ik denk dat op dat vlak sociale media wel gigantisch, hè? Enorm impact heeft in vergelijking met vroeger dan campagne voeren. Ja, maar daar vingen wij zelf ook een beetje mee. Sociale media, ja, ik ben 50 jaar, ik hang nog vast in Facebook en Instagram. Ik kijk daar niet elke dag, ja, misschien wel elke dag, maar ik ben nog niet actief mee bezig. Maar ik hoor dat de jeugd ook met heel andere media bezig is, die totaal niet meer met Facebook en Instagram te maken hebben, maar dat het over TikTok gaat, over andere sociale mediakanalen, waar ik zelf totaal niet mee vertrouwd ben. Dus wat hebben we ook gedaan? We hebben ook heel bewust mensen bij ons in onze partij die gemotiveerd zijn, die 18 jaar zijn, die het op dat segment veel sterker zijn dan die oude knarren dat daar zitten. En dat is wel goed dat die mensen ook echt gemotiveerd mee aan de touw willen trekken van we willen hier voor beheersen ook iets betekenen en we moeten zien dat we als leeftijdsgenoten op een fatsoenlijke manier informeren. En dat programma is er ook op afgestemd worden. Hè. Ja. Dus in dat opzicht zijn we gerust, partijgewijs dan, dat we wel wat input hebben van jongeren die exact weten wat er aan toe gaat. Mm-hmm. En als je dat niet doet, ja, dan zijn we als partij ook verloren, denk ik. Ja. Ja, TikTok is vandaag de dag wel een hele grote. Hè? Ja, daar... Ik ken het niet. Dat was bij ons in onze tweede podcast met Willem toen. Ja, daar zijn al filmpjes wel bekeken geweest. Ja. Allee, ja. Dat is, ik denk dat we 2 of 3 filmpjes hadden. En als je die samen optelde, dat je toch wel aan zeker 100.000. Meer, 150. Dat is gigantisch. Ja. 50.000 keer bekeken. Dat ik zelfs mensen had die zeiden tegen mij, ik heb u gezien. Zo. Ja. Ja. Ja, ik ken het absoluut niet. Allee, langs heb ik zo al met op Nieuwsgram zo een account op Twitch geopend. Dat is eigenlijk een tekening van Twitter X. Maar Jelle,
vandaag onze podcast met Stefan Poortmans, zaakvoerder van Masterwatt. Klopt. Maar zoals je al gehoord hebt, ook actief aan de politieke kant in Beersen, / Vlimmeren. Voor mij is Vlimmeren en Beersen één gemeente, hè? Maar... Ja, maar daar kan al wel eens discussie over zijn. Hè? Ja. Ja, maar gelukkig je dat op een ludieke manier kent, dan is dat fijn. Hè? Voor alle kijkers, alle luisteraars, welkom bij deze episode van Geronimo Podcast. Vergeet zeker niet te liken, subscriben, volg. Je weet ons te vinden ondertussen. En dan zullen we eens in één keer invliegen. Welkom, Masterwatt. Die doen in alle soorten verwarring eigenlijk. Hè? Want het is niet één specifieke soort. Nee, zeker niet. Ik denk dat je Masterwatt, dat een bedrijf is waar dat alles wat in de HVAC-branche kan gebruikt worden, waar dan een sticker aan zit, kan eigenlijk ondergebracht worden onder de noemer Masterwatt. Dus we noemen onszelf altijd specialist elektrisch verwarmen. Maar daar komt veel meer bij kijken. Het verwarming aan de ene kant, langs de andere kant is waar een waterbereiding al even belangrijk. We hebben heel veel industriële toepassingen. We hebben toepassingen voor de landbouwsector, dus het is niet alleen verwarming, maar het is alles wat eigenlijk in de duurzame kant van een HVAC-sector zit, om eigenlijk van de fossiele brandstoffen vanaf te geraken. En bij kant-en-klare oplossingen naar de toekomst toe, maar ook heel nabij in de toekomst. Het is niet zo dat dat iets is voor binnen 10, 15 jaar. We zijn er zeer actueel mee bezig. Dus alles met een sticker aan, bij wijze van spreken, wat bij kan dragen tot comfort en efficiëntie, dat moeten we bij ons zijn. En je zegt HVAC. Waarvoor staat die afkorting? Dat is Heating, Ventilation en Airco systemen. Ah. Dus dat is eigenlijk een beknopte samenvatting van de chauffagebranche van in de tijd. Maar natuurlijk is er ondertussen ook ventilatie bijgekomen, klimatisatie, airconditioning en dergelijke. Dus dat zit eigenlijk onder HVAC. Dat zit eigenlijk benoemd als Heating, Ventilation, Airco en... Klimatisatie. Ja. En jullie doen dus allesomvattend, dus dat is dan, hoe moet ik dat zien? Is dat van tevoren mee in de plannen of komen mensen tot bij jullie en vragen ze dan een offerte en jullie geven daar een optie op? Of hoe zit dat juist? Het gaat eigenlijk in die mate ga ik het heel ver. Dat eigenlijk, we zeggen ook altijd van advies is eigenlijk ons belangrijkste product en dat is bovendien ook gratis. Dus wij begeleiden eigenlijk mensen van A tot Z en dat kan gaan over een heel eenvoudige vraag van een particulier die zegt we willen een badkamerradiator, want ik vind het in de tussenseizoenen wat ik koud in mijn badkamer, tot complete ziekenhuizen waar we mee gaan nadenken over hoe dat er op een efficiënte manier warm water kan gemaakt worden zonder aan fossiele brandstoffen te denken. Dus we hebben in Nederland, het is een Belgisch-Nederlands bedrijf, Nederland is Masterwatt Nederland, België Masterwatt België, zijn juridisch gezien compleet van elkaar gescheiden, maar we werken zeer nauw samen met elkaar. Dus de know-how en de engineering zit eigenlijk in Rotterdam, maar zij doen dat ook voor de Belgische markt. Dus wij delen eigenlijk expertise naar elkaar toe. En daar hebben we echt ingenieurs zitten die gewoon van A tot Z mee gaan nadenken over de ontwikkeling van een nieuw product, maar ook hoe dat je bestaande producten optimaal kunt integreren in diverse toepassingen van de HVAC-branche. Dat kan gaan over een elektrische boiler voor een melkveebedrijf en dat kan gaan voor een doorstroomtoestel voor Sport Vlaanderen, voor de ijspisten in Herentals. Dus dat kan eigenlijk heel uiteenlopend gaan. Het is eigenlijk een heel boeiende business, waar dat je de dag van vandaag niet meer rond kunt. Maar je moet daar wel een beetje toegevoegde waarde in creëren. Anderzijds hebben we ook natuurlijk, we werken uitsluitend met groothandelaren en grote installatiebedrijven. Daar zit ook heel veel expertise in. Hè? Dus het gebeurt ook dat die gewoon zeggen, we hebben dat product nodig, kunnen dat morgen leveren. Ja. Omdat daar ook natuurlijk, die staan heel dicht bij de klant, heel dicht bij de markt. En die vragen ons ook gewoon kant-en-klare producten, waar dat niet meer over nagedacht moet worden as such, maar waar dat wel in het verleden heel wat expertise achter zit. Ja. Zeg, en is dat dan vooral business-to-business, of is dat ook naar particulieren voor, gewoon woningen op zich? Dat jullie, Wij verkopen enkel B2B, dus enkel aan groothandelaren. Ja. Advies gaat natuurlijk veel verder. Hè. Wat ik daarnet al zei, we krijgen ook regelmatig aanvragen via de website binnen van de consument die net gezegd heeft van oké, ik wil gaan renoveren en ik zou graag een warmtepomp installeren. Wat moet ik daarvoor doen? Wat hebben jullie nodig om mij daarin te kunnen adviseren? Ja, dan begint het eigenlijk altijd al met een warmteverliesberekening te maken van die woning of het gebouw of het lokaaltje. En dan gaan we bekijken van ja, hoeveel warmte hebben we nu nodig om het warmteverlies te compenseren. Het warmteverlies is de warmte die je kwijtspelt naar buiten toe door goede of slechte isolatie. Mm. En dat moet hij compenseren door verwarming toe te voegen. Daar begint eigenlijk heel het proces mee, van wat is de behoefte van die klant. Hetzelfde als het over warm water gaat. Ja. Mensen die bellen ons, ja, we willen eigenlijk in de zomer geen gas niet meer verbruiken, dus we willen een elektrische boiler of doorstroomtoestel. En wij zijn een gezin met twee kinderen
en wij douchen elke dag met allemaal twee keer. Hoeveel heb je dan nodig? Ja, dan gaan wij gewoon berekenen, vind ik. Een gemiddelde douche met die een douchekop verbruikt zoveel water. Dat je de maal vier personen, maal twee is echt. Dan kom je eigenlijk tot een verhaal dat je zegt van oké, je kunt die mensen correct adviseren. Dit is het toestel wat je nodig hebt. Dat je ook niet te veel gaat verbruiken, want het heeft geen zin dat je met twee man zijn een boiler van 300 liter te plaatsen. Dat heeft wel zin dat je met een gezin met vijf zijn, die aan de zomer met een zwembad thuis, drie keer op een dag onder een douche staan. Mm-hmm. Dus dat bedoel ik van, het is niet zozeer het product alleen verkopen, maar het juiste product van de juiste klant. Ik wou gewoon vragen, omdat je zegt adviseren, maar ze kopen dan uiteindelijk niet via jullie, of hoe verdient je daar dan iets aan, of is dat... Ja, omdat advies verdient uiteraard niks, maar wat eigenlijk wel de bedoeling is, is dat je die klanten eigenlijk compleet kunt, of direct kunt doorverwijzen naar een van je groothandelaren. En dat is natuurlijk iets wat op een langere termijn project is, want je ligt niet van vandaag op morgen bij elke groothandelaar in heel België of Luxemburg of Frankrijk. Dus dat is een traject, daar zijn we nu al enkele jaren mee bezig, maar vooral bij de grote spelers duurt dat altijd wel langer. We hebben een aantal regionale groothandelaren, waar we dan de consument naar kunnen doorverwijzen. Dat zijn doorgaans ook mensen met een tonzaal in sanitair, waar ook de drempel voor de particulier ook makkelijk is om binnen te stappen. En daar kunnen die mensen dan met ons advies dat product gaan kopen. Natuurlijk gaan we ook kijken dat we het adviseren in ons assortiment. Hè. Dus jullie zijn dan de, als ik het zo correct begrijp, de tussenpersoon in dit geval tussen de consument en dan de groothandelaar? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk moet ons eerder zien, op adviesvlak wel. Hè. Ja? Maar wij zijn eigenlijk heel formeel, en dat is ook onze strategie en dat is ook onze enige manier van werken. Wij zijn een tussenpersoon tussen productiebedrijven en de groothandel. Dus wij zijn importeur, distributeur voor een aantal Europese merken. Wij produceren zelf niet. Wij engineeren wel producten, maar we laten die dan maken door een van onze leveranciers. Dus we hebben echt wel specifiek eigen producten door onszelf ontwikkeld. Wij produceren zelf niet. Ja. Maar we hebben zeer goede samenwerkingen en partnerships met een aantal Europese, ja, echt wel leiders in het segment van HVAC-productie. Voornamelijk Duitsland, Italië, UK, Polen, Tsjechië. Waar we ook exclusieve contracten mee hebben, dat wij die producten in de Benelux kunnen verdelen en dat er ook niemand anders gaat tussenlopen, want dan is het eigenlijk heel moeilijk om aan een strategie op uit te werken. Ja. Dat krijg je ook niet zomaar, hè? Een exclusiviteitscontract van bijvoorbeeld een Italiaan, de Cordivari. Dat is een mega grote speler, producent van alles wat met elektrische radiatoren en gewoon radiatoren aangaan. Ja, die gaan dan niet zomaar aan Jan en Klein Peertje een exclusiviteitscontract geven waar daar honderdduizenden euro omzet aan gekoppeld is of meer. Dus dat is ook wel iets wat je moet verdienen. En daar ben ik eigenlijk ook heel trots op, dat we dat op heel korte tijd, dat we een aantal van die, ja, toonaangevende spelers, dat wij die exclusief kunnen verdelen in België, Nederland en Luxemburg. Want je zegt nu kort een tijd, over welke periode spreekt je dan? Hoe lang zit je nu zelf in de... In Nederland zijn we echt al mee gestart. Er zijn twee collega's van mij waar ik vroeger mee samenwerkte. Maar we hebben vroeger samengewerkt bij een innovatiebedrijf in Nederland, waar ik de distributeur voor was voor de Belgische markt in Luxemburg. En ik heb dat 12 jaar gedaan. En daar heb ik ook wat mensen leren kennen die ook wel eens wat meer wouden zelf gaan ondernemen en die een merk ook op een andere manier wouden benaderen dan vanuit een groot bedrijf. Dus die zijn echt naar een ander systeem van werken gegaan. Dat is Bert en Elmer, dat zijn twee gasten, die hebben de Master van Nederland opgestart. Tegelijkertijd hadden ze mij ook gevraagd, omdat ik al meer dan 20 jaar in die sector zit, meer dan 25 jaar, maar Stef, kunnen ons ook niet bij helpen in België, want een Nederlander in België toch altijd een beetje moeilijk. Mm-hmm. Dus ik heb dat met heel veel plezier heb ik eigenlijk wat op freelance basis vanuit mijn andere vennootschap, Aquavision destijds, ben ik met die gasten eigenlijk gestart. En dan loopt op een bepaald moment tegen een aantal obstakels tegenaan dat er fabrikanten van Italië bijvoorbeeld zeggen van ja, we willen eigenlijk dat jullie dan de Belgische markt gaan verdelen, maar in Nederland kan en mag dat niet, want er is een andere invoerdistributeur. Dus je kreeg dat niet meer op één lijn. De benadering van de markt in België is ook compleet anders dan in Nederland. Ook al zitten we hier 10 kilometer van de Nederlandse grens. Dat is wezenlijk een andere aanpak. Om een voorbeeld te geven, een installatiebedrijf in Nederland, daar werkt 200 man. Bij een grote installateur in België werkt 6 man. Dus echte grote installatiebedrijven hebben wij in België eigenlijk niet op een aantal uitzonderingen na. Dan spreken we over de Spie, over de Lorenzes, over de Theo Bons, maar dat zijn echt uit de klauwen gewassen grote installatiebedrijven die heel autonoom werken. Maar in Nederland had je geen loodgieter die met 4 mensen werkt. Dat bestaat daar nauwelijks. Dus een aanpak is daar compleet anders. Dus wat je eigenlijk zegt, is dat je hier in België bijvoorbeeld veel kleine zelfstandigen hebt, om het zo te zeggen. En in Nederland zijn dat dan
grote bedrijven waar daar inderdaad 150, 200 man onder werkt. Ja. Die bestaan in België ook, hè. En gelukkig werken we er ook goed mee samen. Maar dat zijn enkele grote bedrijven die je op één hand kunt tellen. In Nederland is dat toch wezenlijk anders, waar je een installatiebedrijf hebt die in alle provincies in Nederland een vestiging heeft. En dat zie je in België veel minder. Hè. België zit er veel meer met regionale spelers, wat ook heel charmant is en eigenlijk nog veel comfortabeler werkt, want dat zijn doorgaans ook mensen die je zelf kent. Maar dat vraagt ook een andere aanpak. Hè. Er is een heel andere strategie voor nodig, want als jij morgen 15 installateurs moet bezoeken in de provincie Antwerpen, of je moet er maar 2 bezoeken, dat is een groot verschil. En als je die 2 bezocht hebt, dat je dan ook weet dat je in alle andere provincies ook in één keer binnen zit, ja, dan maakt dat je strategie compleet anders in elkaar zit. Ik moet wel zeggen, ik denk dat dat iets typisch Belgisch is. Feit, ik ben er zeker van. Ja, ze zeggen dat vaak. Hè. Een Belg die moet altijd, als hij naar de bakker gaat, die heeft dezelfde bestelling. Als hij naar de frituur gaat, dat is dezelfde bestelling. Ga je naar de winkel, je gaat naar dezelfde winkel. Ja. Ah, daar is het goed om te gaan eten. Je gaat elke keer daar eten. Dat is typisch Belgisch, hè. Hey, Roald, jij bent een halfbloed op de halfbloed. Hij is 50% Nederlands. Dus... Maar dat werkt wel anders. Ja, blijkbaar. Ja. Je ziet dat inderdaad wel vaak terugkomen, dat er daar grotere ketens zijn, inderdaad. En in België is dat maar je ziet dat ook op horecavlak. Ook in Nederland naar een restaurant gaan, is de kans groot dat die in elke stad een restaurant hebben. Want geen afbreuk doen aan de kwaliteit. Maar dat is heel anders dan in België. In België zie je dat zo niet. Er is toch elke restaurateur, heeft daar toch zijn eigenheid. En in Nederland komt al heel snel in ketens terecht, wat je in België veel minder hebt. Hè. Maar om een verhaal terug af te maken, Nederland en België, Masterwatt is dan opgestart in Nederland. Wij deden freelance opdrachten voor hun in België, maar altijd facturatie en aanlevering van het Nederland. En op een bepaald moment hebben we gezegd van kijk, dit kan veel efficiënter als we onze strategie, onze marketing, onze approach aan de markt, dat we dat echt kunnen gaan afstemmen op de Belgische markt. We zitten ook met 2 landstalen, wat je Nederland niet had. Dus publicaties en dergelijke waren altijd 100% Nederlands, zonder dat er aandacht was voor de Franse taal. Wat je niet anders kunt dan doen, want allee, je moet daarop inzetten. Dus we hebben eigenlijk 3 jaar geleden beslist van kijk, we gaan Masterwatt België opstarten als een aparte entiteit, ook juridisch compleet van elkaar gescheiden. Dus dat is niet zo dat daar onderliggende linken zijn met elkaar, maar we werken wel zeer nauw samen. Hè. Ja, ja. En daar ben ik dan zelf ook mee de eigenaar van. Dus, okay. Dus in dat opzicht is het ook een andere manier van werken, dat je het zelf terug met touwtjes zijn aan de net. Want hoeveel, zowel België als Nederland, hoeveel mensen werken daar? Er zitten met een 30-tal personen op dit ogenblik. Waarvan voornamelijk toch wel pakt een 10-tal echt in sales zitten. In engineering zitten 3-4 mensen continu, waar ook aan het hoofd ook een ingenieur staat die uiteindelijk echt wel alles in handen heeft om als producten innovatief en goed te maken en op de markt te zetten. Dus ondersteuning is ook heel belangrijk. Hè. Dus, we kunnen een goed product leveren, maar met elk goed product kan er ook wel iets misgaan. En we kunnen ons in onze sector niet permitteren dat maanden duurt voordat dat opgelost is. Want dan hebben de mensen ofwel geen verwarming, ofwel geen warm water. Mm-hmm. Dus in dat opzicht moeten we daar zien dat we daar zeer snel op de bal kunnen spelen. Dan ja, inherent dan nog een goede sales team buiten. We ook zeggen dat je een sales team binnen nodig hebt dat de dagelijkse contacten en de telefoons aanneemt en de order entry, order verwerking doen. Zodanig dat hetgeen wat de gasten buiten doen, dat toch ook binnen op een correcte manier verloopt. En dat werkt eigenlijk feilloos. Ja. Dus, en in België ben je mede-eigenaar, zeg je? Ja. Dus dan wil dat zeggen dat je dat met een van de collega's van u van het Nederland... Klopt. Ja. Zij zijn mee aandeelhouder in België. Ja. Ja. Nu, ik denk dat dat normaal is, omdat je gebruikt ook... Masterwatt in Nederland is een hele sterke naam op hele korte tijd. Op echt hard tijd zijn ze daar quasi toch wel marktleider op alles wat elektrische verwarming aangaat. Dus ja, als je die merknaam mee kunt kopiëren naar België en je kunt een stuk mee de know-how en de contracten die dat al lopen en zijn voor de Belgische merk meepakken, dan denk ik dat het gewoon verstandig is om daar ook de founders van het verhaal mee te pakken. En dat geeft ook een stukje verantwoordelijkheidszin in elkaar toe. Hè. Dus het is niet allemaal vrijblijvend wat je doet. Het is toch altijd iets waar je ook een stuk verantwoording moet afleggen aan beide kanten. En dan maakt dat eigenlijk heel goed werkt. En dan, hoe ben je dan terechtgekomen in die HVAC-wereld? Ja, gestopt met studeren en ja, dan is wel een voorwaarde dat je iets gaat doen. Ik heb nog geen ene dag werkloos geweest en ik wil dat ook graag zo houden. En dat is ook een attitude dat ik altijd al gehad heb. Pech kan iedereen hebben, dus dat even buiten beschouwing gelaten. Maar de nadrukkelijke eis van mijn ouders was, jij mag stoppen met school, jongen, doe maar. Als jij een job vindt en een firmawagen hebt.
Dus ze dachten, we gaan de lat een beetje hoog leggen. En ik trek het nu misschien een beetje in belachelijk, maar het is wel uitgesproken geweest en dat is goed. Want dat maakte me ook wel even wakker van, oei, ik moet hier echt nu wel een job gaan vinden. En het moet nog een deftige zijn ook. Ja, dan kom je eigenlijk als eerste job terecht, waar heel veel mensen zonder diploma volgens mij terechtkomen. Dat is zo in de sales van, dat bedrijf heette toen, hij heet die, concurrent van Wurt. Waar dat je eigenlijk gereedschappen gaat verkopen en nagels en vazen en schroeven en alles waar je eigenlijk op die moment niks van kent. En ze steken hem in een auto met een koffer vol materiaal en begint maar rond te rijden door carrossiers en schrijnwerkers en loodgieters en verkoop het maar. Dat is lijkt me ook wel ik trek het een beetje in belachelijk, maar het is effectief wel zo gebeurd. En op zich is dat ook een herde, maar heel realistische leerschool om te zien waar dat je dan als 20-jarige eigenlijk staat. En dat waren mijn allereerste stapjes met mijn Peugeot 300 en 600 mee gehad. Maar ik had wel een firmawagen. Maar dat was eigenlijk een goede leerschool. Dat was bij momenten keihard. Dat was koude prospectie, zoals ze dat dan noemen. Dat is niet fijn om te doen. En dat is voor niemand niet plezant om te doen. Maar ik kan het iedereen aanraden, omdat je in sales zit, om toch die periode één keer in het jaar nog eens te doen, omdat u dat toch wel wat scherper houdt. Het is altijd heel gemakkelijk om naar vertrouwde personen te gaan en mijn promotie naar een die te gaan, naar een die, want je kent die mensen en je kan dat toch bestellen. Maar om mezelf even scherp te houden is zeker niet slecht om toch eens een keer terug die koudwatervrees te overwinnen en terug bij een nieuwe klant binnen te stappen waar je van haar nog plaam kent en te gaan vertellen wat je aan het doen bent. Dat was niet evident dat je een product aan het verkopen bent dat je zelf niet kent, natuurlijk. Wat ken ik nu van slijpschaven? Maar ze duwen een koffer vol met slijpschaven en vertrekken. Ja. Nee, pas op, dat was een heel deftig bedrijf. We staan nog altijd niet meer. Vroeger was dat Haheti en dat was de afkorting van Harry Heffels Tilburg. Dat was een Nederlands bedrijf. Is echt even in handen van Fabry gekomen en bestaat nog altijd in Turnhout. Ja. En is absoluut noodzakelijk. Er is absoluut niks mis mee, maar dat is keiharde verkoop. Eén op één, zonder voorafgaande. Hè? Dus dat is gewoon binnenstappen en zien dat je koffer leeg verkupt. Op die manier leer je het wel natuurlijk. Hè? Ja. Want we zijn nu hoeveel jaar later en je spreekt er nog altijd over. Het was ook simpel. Hè? Als je het niet leerde, moest je 3 maanden later niet meer terugkomen. Ja. Dus dat was ook de harde leerschool. Ja. Van, je moest wel presteren op dat moment. Ik denk dat niemand daar slechter van geworden is. Maar het was wel even zo met de voetjes op de grond. Van dit is ook het andere leven van... dat je gewend was als student. En hoe oud waren het toen? 2021. Ja. Wel leuk, hè? Hallo. Hebben wij nooit, of met onze podcast ook eigenlijk niet. Ja, wel. We moeten wel, als wij nieuwe gasten op de podcast willen, dan moeten wij het concept ook wel wat verkopen, om het zo te zeggen. Tenzij dat ze onze uitsturen, dat is ook al geweest in het verleden. Maar inderdaad, je moet... Ja, maar het is niet echt dat wij... iets komen verkopen. Hè. Dat is nee, als je nee. weet dat er een verkoper voor je staat, dat is toch nog iets anders dan... Ja, dan is het dan iets sceptischer. Goh, jullie vragen ook niet echt een engagement naar cash of naar iets heel hard. Hè. Voor ons is het... Dat komt misschien nog niet. Maar, ik zie straks misschien de rekening krijgen, maar... voor ons is het het gesprek zelf. Hè. Daar leren wij ook gewoon het meeste uit. Hè. Wij zijn zelf geen ondernemers, maar we zijn er wel heel hard in geïnteresseerd. En vandaar is het idee destijds ook gekomen. Hè? En ook gewoon nieuwe mensen leren kennen. En dat is ook gewoon super interessant, vind ik. Ja, inderdaad. Maar ik denk, maar dat is ook in sales is dat ook. Hè? Als je bang hebt van nieuwe mensen tegen te komen en dat je bang hebt van iets te gaan vertellen waar je zelf ook niet 100% zeker was, maar wel voor 80%. En je moet ook nog, je hebt ook altijd ruimte om bij te leren. Hè? Dus de pretentie hebben van ik weet hier alles over, ja, dan ga ik het ook wel eens fout. Ik leer nog elke dag het meeste van installateurs die een probleem hebben. Of een consument in een vraagstuk van wat is dit? Ik zeg nu elke dag, dat is niet elke dag, maar toch heel veel. De installateurs met een complexer dossier komen, dat je zegt van ja, hoe moeten we deze nu aanpakken? En dat je dan echt even kunt zeggen van oké, dit hebben we samen goed gedaan. Ja, dan weet ook voor de volgende keer van kijk, dit is een opportuniteit, hè, want ik weet nu hoe het wel in elkaar zit. Dus eigenlijk is dat geweldig leuk om te doen. Hè. Nu, fast forward, nu ben je echt zaakvoerder. Dat is toch een helemaal andere manier van werken dan dat je initieel gestart bent. Ik ben dat al lang, want ik heb al sinds 2008 ook nog een ander bedrijf, Aquavision. Dat was in het begin een handelsorganisatie waar we voornamelijk in de wellnesssector zaten. Dat was een compleet ander verhaal. Dat is ook een afgesloten hoofdstuk. Dat was eigenlijk een beetje gegroeid vanuit een hobby.
Waar ik van denk van, kijk, als ik dat zo gepassioneerd door ben, dan kan ik dat zelf ook wel kunnen verkopen en dan beginnen we daarmee. En dan kopte zo'n halken op de Lulse Dijk hier een beetje verder en dan mocht ik daar een showroom in en dan beginnen. Maar dat was eigenlijk altijd complementair, want ik was op die moment ook invoerder van Inventum, hè, wat ik je straks al vertelde, dat bedrijf in Nederland die warmtepompen en boilers maken, produceerde. En ik ben er 12 jaar invoerder van geweest in België. Maar dat gaf wel ruimte in het weekend en in de avonduren om extra dingen te gaan doen. En dus ik ben er al heel lang mee bezig in sales. Maar ik moet eerlijk zeggen, voorbij 2-3 jaar terug met iets meer goesting en ook iets meer tijd om het terug goed te doen. Dus als ik het correct begrepen heb, dan heb jij ook destijds, toen je Aquavision had, ook gewoon nog daarnaast een job gehad? Of, nee. Dus dat was wel voltijds? Ja, absoluut. Okay, absoluut. Okay. Ik ben al 20 jaar niet meer in loondienst geweest. Hè, dus, dus in dat opzicht is het wel iets wat ik gewend ben om voor mezelf te werken. En op vlak van ondernemen dan ook wel voldoende kennis opgedaan? Ja, vooral ook dingen geleerd die ik beter niet doe of op een andere manier doe. Je leert vooral dat je focus moet houden op één ding. Je kunt 2 dingen goed doen, 3 dingen, maar 4 en 5 gaan niet. Dus focus te wagen op een aantal dingen en excelleert daarin. En dat je te veel dingen doet of te veel afleiding, dan lukt het niet op een of andere manier. Of lukt het toch niet de dingen die je gepland hebt en dan zeker niet gebudgeteerd hebt. Dus dat is nog niet misgelopen, maar het is misschien niet gepast dat ik het zeg, maar toen ik schepen werd, en ik ben 9 jaar schepen geweest, toen was in één keer mijn bedrijf kwam op de 2e plek. En dat is niet verstandig, omdat je daar wel focus op hebt. Dat is iets wat je op lange termijn doet. Dat is iets dat je voor jezelf doet. Dat is iets dat je voor je gezin doet, voor je kinderen doet. Tegenover heel dat politiek engagement. Als je dat ook met 2 handen vastpakt en ernstig wilt doen, is dat een fulltime job. Ja, je kunt niet 40 uur in de week schepen zijn en dan nog 20 uur je job doen, waar je eigenlijk 60 uur voor nodig hebt. Dus dat is een beetje de moeilijkheid geweest, waar ik ook van zeg, van dat bedoel ik daarmee, van wat ik eruit geleerd heb, is dat je moet focussen op 1 of 2 dingen. Maar niet op alle rentactiviteiten dat erbij hangen, en al zeker niet op 2 grote engagementen. Zijnde een bedrijf runnen en in de politiek ook nog verantwoordelijkheid opnemen. Dat is een combinatie die niet te doen is. Want wat ik me dan afvraag, je zegt daarnet dat je daar destijds wel voor gestudeerd hebt. Uiteindelijk ben je daar dan van afgeweken, maar dan ben je 9 jaar geleden of 10 jaar geleden dan toch terug de bewuste keuze gemaakt om er toch terug in te rollen. In de politiek, hè? In de politiek, ja. Bedoel ik. Ja, denk dat je voor politiek niet kunt studeren. Ik denk dat quasi onmogelijk is om echt te zeggen, politiek en sociale wetenschappen heeft op zich staat heel ver van politiek vanaf. Okay. Denk dat voornamelijk begrijpen is wat politiek inhoudt en dat het over politieke geschiedenis gaat, dat het over logica gaat, dat het over strategieën van het verleden en nu gaat, maar dat dat niet zozeer uw eigen politieke engagement weerspiegelt. Ik denk dat op dat moment totaal niks met elkaar te maken heeft. Spoel terug 10 jaar geleden, je hebt dan je eigen bedrijf. Je kiest er dan voor om toch voor schepenen te gaan bij ons in de gemeente, hier in Beersen. Hoe, ja, je hebt het daar straks al gezegd, het is heel moeilijk om dat te combineren. Hoe heb je dat dan toch gedaan? Of hoe ziet je dat momenteel, als je daarop terugkijkt? Ik kijk daar heel positief op terug. Allee, dat klinkt misschien een beetje raar ten opzichte van hetgeen wat ik er net zei, want om politiek doen is een fantastische job. Er is een groot verschil tussen 10 jaar geleden aan politiek beginnen en nu aan politiek beginnen. Dat kan ik u nu al zeggen, de tijd is wat veranderd. Maar eigenlijk is dat bij mij ook wat gegroeid. Ik ben vroeger altijd in de scouts geweest. Als je dan een bepaalde leeftijd hebt, dan stopte ermee. Dan kom je in het jeugdhuis een turnout in de Wallenwijd terecht om 100 dagen mee te organiseren. En je blijft eigenlijk zo toch wel wat in een eventsfeertje zitten. Maar op een bepaald moment stopt dat ook. En ja, dat begint dan toch weer te kriebelen en dat engagement blijft toch wel om dingen te doen. Veranderen, maar ook voor jezelf, hè, want dat moet dan 2 kanten, moet dan een evenwicht zijn, want anders dan lukt dat niet. En ja, dan kom je al vrij snel in een politieke beweging terecht natuurlijk. Hè. Ja. Uitgerold vanuit de jeugd dan ook? Ja, ik denk vanuit mijn jeugd, vanuit een sociaal engagement en vanuit het bezig zijn vooral met andere mensen. En ik merk dat in mijn job ook. Ik heb gewoon mensen nodig rond mij om daar comfortabel en goed in te voelen. En ik denk dat daar het in gevloeid is van je hebt een engagement. Je wilt iets betekenen voor anderen. Je vindt het ook zelf fijn om te doen. En dan kom je in de gemeentepolitiek terecht. Hè. En dat is op zich heel fijn om te doen, hè? Maar ik zeg, je tijden zijn wel wat veranderd. Ja, het is
niet te vergelijken. Maar ik denk dat dat op vlak van centrale verwarming en zo, dat dat ook met die dat is een ontzettend... HVAC is een heel boeiende business, omdat het verandert zeer snel. En de tijdgeest is ook compleet anders. Hè? Met heel de wetgeving, met de oorlogen die er van toepassing zijn. Je zit met klimaatdoelstellingen, uiteraard, want daar begint eigenlijk alles mee. Maar ook met bevoorrading van aardgas, olie en dergelijke. Dat is toch allemaal de zaken die toch iets wankeler zijn dan een aantal jaar geleden. Waar je eigenlijk moet gaan zien van oké, we moeten onafhankelijk worden van toeleveringen van het landen waar we nu niet zo goed mee overeen komen. En dat maakt ook dat er in een ijl tempo op een sneltrein wordt geïnnoveerd in Europa. Ook niet alleen binnen Europa, overal, maar in Europa is de noodzaak wat hoger. Naar warmtepomptechnieken, naar andere technieken, naar waterstof, noem maar op. En dat is toch wel een stroomversnelling gekomen en het verandert elke dag. Hè. Ja. En enerzijds hebben we dan het gegeven van u, Stefan, dat je schepen bent. Daarnaast hebben we momenteel Masterwatt, daar waar je ook mee bezighoudt. Om die twee even van elkaar te splitsen, want we zijn een beetje door elkaar. Ik ben nu geen schepen meer. Nee. Dus hey, gelukkig. Hè. Geweest. Daarover zo meteen nog meer. Ik wou misschien nog even over Masterwatt. Mm-hmm. Ja. Als je nu... We hebben het net wel gehad over de geschiedenis. Als je nu gaat vergelijken, 10 jaar geleden of 15 jaar geleden en vandaag de dag, kun je ons zo eens een keer meenemen met wat er allemaal al veranderd is? En dan bedoel ik... De grote noemenswaardige veranderingen. Ja. De regels die enerzijds zijn opgelegd geweest. Veranderingen, technologieën. Wat is daar zo allemaal al de laatste tijd... Ik denk dat ik kan misschien eigenlijk beginnen naar misschien 20 jaar geleden of 25 jaar geleden, toen ik zelf begon te bouwen in Beerse. Ik zou dat misschien even als startpunt pakken. Dan begin je naast te bouwen en je hebt een architect, maar er wordt over technieken eigenlijk niet gesproken. Dus er wordt een hoop bekstenen op elkaar gezet en je gaat ramen kiezen en je gaat dekpannen kiezen en bekstenen kiezen. Maar eigenlijk over verwarming, over een gasketel, over een warmtepomp, die toen niet bestond. Maar over technieken werd er relatief weinig of niet gesproken. Over isolatie eigenlijk nog minder. Het was de metser die zei, we zullen niet wat van die blauwe platen tussen steken, tussen een gevel en tussen een binnenmuur, dan hadden we wat isolatie. En dan spreken we van eind jaren 90, 99, 2000. Dat is niet zo heel lang geleden, hè? Voor mij niet. Voor mij niet. Maar een beetje daarna, over ventilatie werd ook niet gesproken, over stookolie of gas. Dat was nog iets, daar konden we nog over discussiëren. Of je een stookolietank in de grond wou en dat je een mazoetbrenner wou. Of dat je een gasketel wou, als er in die verkaveling dan op zijn minst een gasnet lag. Gaslading. Ja, dat lag daar. Hè. Dus dat was dan gemakkelijk te kiezen. Dat was een gasketel. Als je nu de dag van vandaag gaat kijken wat er dan gedurende die 20 jaar of 25 jaar gewijzigd is, qua normering vanuit de wetgevende overheid van wat er moet en wat je absoluut moet doen om nog in een gunstig fiscaal tarief te komen. Hè, want je moet naar een A-pijl of een B-pijl van woningen gaan. En terecht. Dan is het de eerste vraag aan mensen nu gaan bouwen van ja, is er een warmtenet in de straat? Kunnen we aansluiten op diepe geothermie? Welke isolatienormen gaan we krijgen? Waar kan ik subsidies voor krijgen? Leg ik heel mijn dek vol met PV-panelen of gaan we het minimale doen? Maar dat, eigenlijk wordt dat een heel belangrijke factor. Tegelijkertijd wordt dat een factor die er nu meespeelt. Wat maakt dat voor jonge mensen onbetaalbaar is geworden om nog te bouwen? Omdat die nieuwe technieken, isolatieverplichtingen, ventilatieverplichtingen, driedubbel glasverplichtingen, noem maar op, dat het eigenlijk de kostprijs van die woningen gigantisch de hoogte ingejaagd heeft, wat de mensen niet meer kunnen betalen. Wat gebeurt er dan? Dat je naar kleinschalige woningen gaat gaan, geschakelde woningen, iets grotere appartementen, halve losbouwwoningsjes, waar op zich niks mis mee is, maar we zijn dat in de Kempen niet echt gewend. Nou. In Vlimmeren al zeker niet. Op een bebouwing is inderdaad het ja, dat is toch mensen, dat is hetgeen waar een Kempenaar het liefst een huisvrijd om rond kan wandelen. Mm-hmm. Dus dat wordt echt wel een uitdaging voor de volgende decennia. En wat gebeurt er dan? Dat eigenlijk de renovatiemarkt, want je moet bekijken, in België is 11% van de woningen, in Vlaanderen beter gezegd, is 11% van de woningen na 2001 gebouwd. Dus dat wil zeggen dat 90% van de woningen zijn nu 20 tot 25 jaar oud en dat zijn dan de jongste. Die moeten gerenoveerd worden. Verplicht. Nu, door de wetgever zegt ook, jij kunt die woning kopen,
Maar jij moet die binnen 5 jaar innoveren. Of beter, isoleren. Want het is nog niet helemaal duidelijk wat ze dan juist zien. Maar dat vraagt een gigantische inspanning van mensen die nu een huis kopen waar gerenoveerd moet worden, met een renovatieverplichting. En dan komen we terug bij het master wat het verhaal ook terecht. Het meest ideale is dat mensen een woning gaan renoveren, dat ze die volledig strippen. Omdat je dan vloerverwarming kunt leggen, je kunt met lage temperatuursystemen gaan werken, je kunt met een warmtepomp gaan werken. Of dat dan lucht-lucht-luchtwater of geothermisch is, dat speelt op zich nog niet zo'n rol. Maar als je dat doet, ja, dan is renoveren ook niet meer te betalen. En met mijn woning te strippen bedoelde dan juist alles eruit, alles eruit, enkel de binnenmuren laten staan, ook ja, de gevel eruit, zodat je opnieuw kunt isoleren ja, aan de buitenkant en dan terug naar ja, gevels eruit. Ze kunnen nu tegenwoordig ook wel de gevels helemaal opspaten tussen de spouwmuren. Hè. Dus dat is ook wel een techniek voor. Maar als je nu zegt van, kijk, ik wil echt mijn energierekening maximaal onder controle houden en zo weinig mogelijk energie gaan gebruiken, ja, dan gaat uw dek eraf moeten, dan gaat uw gevel moeten geïsoleerd worden, dan gaat uw vloer moeten opbreken, moet er vloerisolatie komen, moet er vloerverwarming op. Ja, als je die renovatiekosten begint te maken, dan is het ook niet zo dat dat betaalbaar wordt, want dan wordt het verschil met een nieuwbouw ontzettend klein. Ja. En dan zitten we nog altijd in een gerenoveerde woning. Dus dat is een iets wat we wekelijks tegenkomen, dat mensen zeggen, we zouden graag een warmtepomp plaatsen in een renovatie. Maar ze willen hun radiatoren niet gaan vervangen. Ja, dat werkt niet, want radiatoren die je hebt hangen, die zijn berekend op een aanvoertemperatuur van 70 graden warm water. Ja, dat werkt niet met een warmtepomp, want de maximale aanvoertemperatuur van een warmtepomp is idealiter 45 à 50 graden. Dus als je dat daarin zet, dan gaan die mensen in de kou zitten. Dus dat wilde ook niet. En op wat wordt een warmtepomp dan aangesloten? Allee. Een warmtepomp wordt idealiter aangesloten op vloerverwarming. Ja. Dus heel veel water, heel veel volume water dat onder uw vloer zit, waar dat je door de massa een hele lage temperatuur kunt garanderen of aanhouden. En dan spreken we over een temperatuur van 7, 28 graden water dat door die vloerverwarming loopt. Wat maakt dat die een oppervlaktetemperatuur van uw vloer 22, 23 graden is, wat ervoor zorgt dat de comforttemperatuur in die kamer 2021, 22 graden is. Dat is ideaal. Dus eigenlijk, voor goed te zijn vandaag de dag, en dan op vlak van centrale verwarming, zijn eigenlijk al bijna verplicht om een vloerverwarming te plaatsen. Als je dat kunt betalen. Ja. Wat betaalt je tegenwoordig voor een vloerverwarming? Ja, ik denk... De prijs van de vloerverwarming kan ik bij benadering wel zeggen, maar als je nu kijkt, een warmtepomp moet je ongeveer rekenen, een goede kwalitatieve warmtepomp, dat je ongeveer inclusief installatie tussen de 18.000 en de 22.000 euro uitkomt. Dat is best wel prijzig dat je weet dat een gasketeltje 2.000 euro kost. Ja, en dan hebben we nog geen leidingen. En dan hebben we nog geen vloerverwarming gelegd. Dus reken maar snel naar een klein 30.000 euro voor een installatie met vloerverwarming en een warmtepomp. Natuurlijk, dan hebben we vloer ook uitgebroken, moet er ook nieuwe vloer op. Ja. Dus het is altijd een verhaal. Dat maakt het niet eenvoudig. Dus een bestaande woning kopen van 30 jaar oud, dat is prima. Maar als je die wilt gaan renoveren volgens de normen en je wilt echt energiezuinig gaan werken met een warmtepomp, ja, dan wordt dat echt wel een moeilijker verhaal qua kosten. Ik moet de mensen een rekening niet maken, maar... En de afbraak moet je er ook nog in rekenen, ja, hè? Want als je er inderdaad een vloer in hebt liggen, ja, en er zijn chauffages voorzien, dan gaat die er ook nog eens moeten afvallen. Dan kost het tijd, moeite dat je erin staat. En meer nog, wat ik denk, er zijn alternatieven. Hè. En we merken dat heel veel. We hebben een bedrijf waar we heel veel mee samenwerken uit Westerlo. Die doen ongeveer 60, 70 woningen per jaar renovatie. Hè. Dus hij koopt een woning, die stript die woning, legt beneden vloerverwarming, warmtepompje ertegen en boven op de slaapkamers geen vloerverwarming, maar onze elektrische radiatoren. Waarom is dat interessant? Omdat je dan je renovatiekosten nog relatief beperkt houdt, omdat je enkel de benedenverdieping doet. En op de bovenverdieping, daar hangen de elektrische radiatoren en daar gaat het enkel mee verwarmen op het moment dat er iemand is. Want dat vind ik zelf nog, maar dat is een persoonlijke mening, een misvatting, dat een woning wordt altijd berekend op alle kamers verwarmd met een buitentemperatuur van min 10. Zo wordt een warmteverliesberekening gemaakt. Ja, de dagen dat in België min 10 is, kun je op één hand tellen. Ja, moeten we dat dan op die manier berekenen? Dat is allemaal de vraag. Maar wat ik ook zelf vind, mijn kinderen zitten alle drie op kot.
Die kamers moeten niet warm zijn, hè? Die zijn daar niet. Moet mijn woonkamer warm zijn 's morgens? Nee. Maar in de keuken en de badkamer liefst wel. Dus die centrale thermostaat bij ons, en je zult dat zeker kennen, want dat is bij 80% van de mensen zo, hangt in de woonkamer, hangt een bekje tegen de muur waar je een temperatuur instelt. Ja, als mijn badkamer weer warm moet zijn, moet mijn woonkamer ook warm zijn. Want ik zet die daar op 21, dan slaagt die gasketel aan. En dan heb ik de badkamer ook geen warmte. Mm-hmm. Dus ik vind het systeem van centrale verwarming eigenlijk een beetje achterhaald. Wat ik nu ga doen, is op mijn badkamer een elektrische radiator plaatsen die nou los werkt, of onafhankelijk werkt, van die thermostaat in mijn woonkamer. Eigenlijk een slimme verwarming die daar aan en af kan wanneer je er moet zijn. Ja, die je morgens opzet tussen 6 en 8. En dan niet meer. Mm-hmm. Of op een minimum van 17 of 18 graden, ik zeg niet maar iets. Maar ook als mijn kinderen bijvoorbeeld dat die in het secundair zaten en die waren thuis om te studeren, dan zat er één op zijn kamer, dan wilde dat hij toch ook niet in de kou zit. Maar heel het huis moest op 21 graden staan. Anders werkte die radiator niet op zijn of haar kamer. Ja, ik denk dat je dan beter kunt nadenken over ik wil terug mijn verwarming decentraal beheren, dus kamer per kamer. En enkel verwarmen waar en wanneer dat nodig is. Ik denk dat dat de toekomst weg gaat worden. En dat is ook een betaalbaar systeem. Zo'n elektrische radiator voor op een kamer kost €350. Ja. Dan zitten we toch naar een heel ander verbruik te kijken, naar elektrische verwarming. In vergelijking met een warmtepomp of met een centrale verwarming. Bij elektrische radiatoren kunnen niet spreken over een rendement. Hè. Dus een elektrische radiator, dat is 1-op-1. Je steekt er €1 in en je krijgt €1 terug. Bij warmtepompen spreken we over een COP. Hè. Dat is de coefficiënt on performance. Ik steek er €1 in en ik krijg €4 thermische energie terug. Varieert tussen de 3 en de 7, afhankelijk van de buitentemperatuur. Dus daar kunnen we echt gaan spreken over een rendement op uw verwarming. Dat is heel interessant en daarbij dat ik ook als eerste gezegd heb, de voorkeur is lage temperatuursystemen, vloerverwarming met een warmtepomp. Maar onze ervaring is nu dat de mensen dat niet gaan kunnen blijven betalen. En dat er andere momenten moeten komen, of dat er andere systemen moeten komen, waar dat je de mensen toch die kans geeft om heel zuinig om te springen met energie. En waar dat je enkel gaat verwarmen op de plaatsen, waar en wanneer dat je dat echt nodig hebt. En dat is nu wel een tendens dat bezig is. Ja, en jij ziet daar dan de elektrische verwarming? Dat daar, ja. Vooral de renovatie, dat is plug and play. Hè. Dus daar hoefde je geen leidingwerk voor aan te passen. Daar hoefde je geen schouwkes voor af te breken. Dat is gewoon, jij zet dat op de plaats waar dan nu een watergevoerde radiator hangt. Je doet dat ding weg en je hangt dan een elektrische en je stikt in een stopcontact. Stopcontacten heeft doorgaans elke woning in elke hoek van de kamer wel ergens. Bovendien, ik kan dat laten zien op mijn app, ik kan nu op mijn kantoor de verwarming aan- en uitzetten. Dus als ik daar niet ben, staat die uit. Als ik weet, ik ben daar binnen een uur, zet ik die aan. Dus dan kunnen we wel zeggen, oké, dat uur dat je daar dan bent, of die 2 uur dat je daar dan bent, gaat dan misschien een klein beetje meer gaan verbruiken, maar veel minder dan dat je dat ding een hele dag laat opstaan, waar dat niemand is. Ik denk dat dat een klein beetje een mindset is, dat mensen moeten gaan begrijpen van, als je 's morgens een uur in de keuken zit, moet dan heel het huis warm zijn. Ik denk dat niet. Nee. Zeg, en heb je dan niet een systeem met je vloerverwarming, waarbij dat je bijvoorbeeld, ik weet nu niet hoe het daar volledig werkt, maar met bepaalde kleppen kunt werken, dat je kunt zeggen van, 's morgens vroeg moet enkel de badkamer verwarmd worden, dat dan ook enkel de badkamer gaat verwarmen, en dan bijvoorbeeld de keuken ook nog, en dat dan de woonkamer laat voor wat het is. Heb je dan niet zo'n systeem? Ik snap je opmerking, en dat is heel terecht. Hè? Dat is een heel terechte opmerking, maar het systeem werkt niet. En ik bedoel daarmee, dat werkt wel. Hè? Want als je klepje open en dicht doet, je kunt daar perfect mee sturen waar het warm water naartoe gaat. Maar een vloerverwarming, net omdat dat op hele lage temperatuur werkt, is dat een bijzonder traag systeem. Omdat het eigenlijk ook werkt, die buisjes die moeten die chap daarboven gaan opwarmen, die moeten die een tegelvloer gaan opwarmen, en dan ga je pas die warmte in je kamer krijgen. Dus bij een vloerverwarming werkt ook niet met een nachtverlaging. Dat laat je bij voorkeur, je kunt er wel 2 graden zetten, maar zeker geen 5 of 6. Je laat die continu, heel de zomer, van september tot april, laat je die gewoon op 20 of 21 graden comforttemperatuur staan. Omdat je dan eigenlijk, het is de inertie van het materiaal wat eigenlijk de straling de warmte gaat geven. Als ik nu, ik ga een voorbeeld geven, hè, we hebben bij voetbalclub Lentezon, hebben we nu een nieuwe kantine, daar zit ook allemaal vloerverwarming in met warmtepompen. Werkt fantastisch goed. Maar toen we dat opgestart hebben, heeft dat 4 dagen geduurd voordat dat daar ook maar een beetje warm werd.
omdat die beton dat erop zit, moet eerst warm worden, want anders werkt dat niet. En omdat je op lage temperaturen werkt, duurt dat ook gewoon lang. Dat is ook een nadeel van vloerverwarming. Als je nu een woning hebt met vloerverwarming, het is nu weer een paar dagen koud geweest, deze morgen dat het zelfs weggevrozen, zeg ik. Als nu deze namiddag de zon op die woning staat, en het is 20 graden buiten, dan kan het binnen gemakkelijk 2, 23 graden worden, want ja, het is al warm van die vloerverwarming. Die zon gaat er nog een schepje bovenop doen. Dan ga je eigenlijk zien dat dat ook bijzonder lang duurt voordat die woning terug afkoelt. Want die vloerverwarming is zodanig warm gedurende heel die winter dat die opgestaan heeft, dat die massa in uw vloer compleet opgewarmd is. Dat koelt niet af op 2 dagen. Dus dat is een heel efficiënt systeem, maar bijzonder traag. Okay. Dus wat jij zegt, van ik zet alleen 's morgens echt mijn badkamer op, dat idee is heel goed, maar puur fysisch gezien werkt dat niet. En er is geen manier om dat... Toch wel, maar dan moet je met een aparte elektrische radiator werken, die dan eigenlijk onmiddellijk warmte geeft. Dus je zet dat aan en dat geeft direct warmte, ofwel met een infraroodpaneelverwarming aan het plafond, ofwel met badkamerradiatoren, ofwel met van die blowersystemen. Dus dat zijn toepassingen zat. En dat wordt gelukkig ook heel veel gebruikt. Dus een vrachtwagens per maand dat wij daarvan leveren. Hè. Omdat dat gewoon, ja... Ook wat je daarmee hebt. Het wordt nu stilletjes aan de tijd van het jaar dat je de verwarming eigenlijk niet meer nodig hebt. Straks pak ik nog eens 2, 3 weken verder dan we midden april zitten. Dan kan dat weer zijn dat de verwarming uit kan. Maar het kan dan 's morgens toch akelig koud op de badkamer zijn. Ja, dat lost je dus niet op met die vloerverwarming te laten opstaan. Want als het eigenlijk heel het huis om blijven te verwarmen, terwijl het eigenlijk al laat lente wordt en richting zomer gaat. Maar die badkamer is dan toch nog net te koud. Dus dan ook een... onafhankelijk elektrische radiator erin, en dat eigenlijk dat comfortniveau toch behaalt, zonder dat je daar, ja, wijge blauw gaat betalen, een rekening, want dat staat ook maar een half uur knop. En we pakken een radiator van 1000 watt. Dat wil zeggen 1 kilowatt per uur, als je dat een uur opzet. 1 kilowatt per uur kost 30 cent. Dus als je dat een half uur knop zet, kost u dat 15 cent. Maximaal. Gelijk als deze morgen kost u dat niks, want de zon scheen en de PV-panelen waren al vol om bij kant opbrengen. Ja, dat is waar. Natuurlijk, dan moet je inderdaad ook wel zonnepanelen voorzien. Die panelen voorzien, dat bedoelt je een keer met PV-panelen, zonnepanelen. Ja. Moet je dan ook wel voorzien, hè? Dat is ook weer een aankoop dat je moet doen. Vandaag de dag wordt het ook bijna, ik kan niet zeggen verplicht, maar... Ik denk dat dat een hele verantwoorde kost is, in de zin van dat de terugverdientijd is nog altijd, want ze zijn heel laag in prijs nu, de zonnepanelen. En als ik het laatste gelezen heb vorige week, dan is er een terugverdientijd van tussen de 3 en de 4 jaar. Dat je dat eigenlijk terugverdient door het minder elektriciteitsverbruik. Nu, dat hangt ook alleen maar af van de tarief van 1 kilowattuur vandaag. Mm-hmm. Ja, die morgen de 11 goedkoper is, dan wordt een terugverdientijd ook dubbel zo lang. Ja. Ja. Natuurlijk, als we gaan kijken naar nieuwbouwwoningen, mensen die vandaag de dag gaan bouwen, denk tussen de 25 en de 30, 35 jaar, dat heel veel voorkomend is, dat is toch wel weer een kost van bijna... Ik weet nu niet wat zonnepanelen exact kosten, maar afhankelijk van hoeveel dat je er gaat leggen, 10.000 euro, dat je toch wel moet rekenen. Ook voor alles aan te sluiten. Dan hebben we de batterij, dat vandaag de dag ook heel actueel is. Ja, die technologie, ik heb dat voor mezelf ook al een paar keer uitgerekend, batterijen. Die een terugverdientijd is gewoon veel te lang. Dat schiet eigenlijk niet op. Batterij niet? Ik heb, ik heb een paar keer laten uitrekenen. En dan komt het op terugverdientijden van 14, 15, 18 jaar. Ik denk, ja, dan mag je ook in die tijd ook al niks aankomen. En bedoelt je dan specifiek op vlak van verwarming, sector? Of in het algemeen. Hè. Eigenlijk is ons klimaat ook een beetje ambetant in onze regio hier. Hè. Ook verwarmtepompen trouwens, hè, want dat gaat gelijk op. Op het moment dat je veel elektriciteit nodig hebt, een warmtepomp draait 100% op elektriciteit. En een elektrische radiator ook. Op het moment dat je die energie nodig hebt om je huis te gaan verwarmen, schijnt de zon niet. Of heb je heel weinig opbrengst van je PV-panelen. Dus als ze dan zeggen, ja, die warmtepomp die je erin de mint van een COP van 8, dan wil zeg ik zeker 1 euro winnen krijg echt terug. En als je dat dan compenseert, dat is ook alleen maar dat een buitentemperatuur boven de 20 graden is dan. Hè? Dus dat is op het moment dat je echt geen warmte nodig hebt. Dus het is makkelijk gezegd van, ik heb een heel hoog rendement onder die voorwaarden, en ik heb PV-panelen liggen. Maar ja, op die momenten dat de zon schijnt en het is buiten 20 of 22 graden of warmer, heb je ook geen verwarming nodig. Mm-hmm. Dus dat is een beetje het tegenstrijdige van ons klimaat, dat je op het moment dat je je energie nodig hebt,
is uw input van elektrische energie via uw zonnepanelen eigenlijk verwaarloosbaar. En dat is het jammer in het verhaal natuurlijk, hè, want in het zuiden is dat helemaal anders, maar daar hebben ze ook minder verwarming nodig. De winter is hier in België en er niet veel zonlicht om de zonnepanelen te kunnen opladen. Met deze de batterijen. Winter bijna niks, hè. Nee. En dan laat uw batterij ook niet op. Hè? Nee. Maar dat ziet je toch ook dan terugkomen op uw centrale verwarming in de winter, dat uw kosten dan toch ook vaak hoger liggen. Als je bijvoorbeeld werkt met hetgeen wat je daar straks zegt, met je elektrische verwarming, als je die, zeg maar iets, je staat morgens om 7 uur op en je stelt dat in dat dat om 6 uur aanspringt of om half zeven springt dat aan, dan is je badkamer inderdaad warm tegen dat je er bent. Maar anderzijds gaat dat niet terugdraaien op je zonnepanelen, want de zon is nog niet aanwezig. Dus dat is ook wel een vaste kost dat je wel bewust aan moet zijn dat je inrekent. Maar hetzelfde geldt voor die warmtepomp. Hè? Die moet ook draaien en dan schijnt de zon ook niet. Hè? Dus ik denk sowieso dat een warmtepomp in een doorgedreven renovatie en dat je de middelen hebt, moet je dat gewoon doen. Ik denk dat dat buiten kaaf staat, dat je dat dan op die manier moet doen. Ik denk dat je best eerst en vooral, als je dan toch budgetair beperkingen hebt, dat je maximaal investeert in isolatie. Ik spreek een beetje tegen mijn eigen winkel, maar dat is wel het belangrijkste. Isoleert uw dek, hè, want dat is het hoogste punt. Uw warmlucht stijgt altijd. Die komt tegen uw dek terecht. Als uw dek niet goed geïsoleerd is, dan is het weg. Dus zorg ervoor dat je voor het begin de warmte binnenhoudt. En steek daar eerst uw geld in wat je te besteden hebt. Dat vind ik een goede tip. Ja, dat zie je zo. Hey, dat is super logisch. Dat is super logisch wat je zegt. Isoleert uw dek, want warmte stijgt naar boven. Ah ja, tuurlijk. Dat is volledig. Maar ja, als je niet daar stilstaat, dan is dat zo van. Dat is natuurlijk niet sexy, hè, want in een huis, dekisolatie zien niemand. Hè. Ja, nee, maar je merkt het dan wel blijkbaar. Ja, maar je merkt toch ook wel dat mensen toch liever nog 10.000 euro meer in een chique keuken steken. Want dat is tof. Hè. Ah, ja, maar ik begrijp dat. Hè. Ja, je gebruikt dat in de buren ook. Hè. Ja, dat zie ook iedereen. Hè. Ah, ja. Dat is investeren in isolatie en technieken, dat is nooit niet echt heel sexy. Maar het wordt enerzijds ook wel opgelegd. Tuurlijk. Hè. 20 jaar geleden, het is wat je zelf zegt, dan staken ze er een blauwe plaat in en dat was in orde. Vandaag de dag moeten we bij wijze van spreken zoveel isolatie voorzien. Hè. Het ergste van al vind ik in renovatie is dat je nu, als je, je bent 30 jaar, je bent getrouwd en je hebt een kleine en je koopt een huis. En je koopt een rijwoning of een half losbouwwoning van 300.000 euro. En je moet die gaan renoveren. Ja. Denk, ga de prioriteiten stellen. Prioriteit zou moeten zijn, ik ga mijn dek isoleren, ik ga mijn nieuwe ramen steken met superisolerend glas, ik ga mijn spouwmuren isoleren. En dan is het geld op. Dus die vloerverwarming komt er niet. Ja, als er die nu niet komt, komt er die nooit. Dus eigenlijk, je prioriteit is inderdaad isoleren. En dan is het budget op. En dan voor dat stukje in verduurzaming wat je nog moet doen, is die vloerverwarming en een warmtepomp. Dat budget is er nu niet. Is dat budget er binnen 10 jaar wel, dan kun je dat niet meer. Want je gaat niet terug heel die woning, die vloer uitbreken, want dat is nog maar 10 jaar geleden gebeurd. En dat was ook niet plan. Dus het extra stapje dat je moet kunnen zetten om te verduurzamen, zit bij aanvang van een renovatie. En daar hebben de meeste mensen jammer genoeg het budget niet voor. Maar raad je dan aan om misschien de eerste paar jaar dan toch vloerverwarming te plaatsen en dan op een latere fase, want je dak bijvoorbeeld, dat kun je veel gemakkelijker achteraf nog wat bijisoleren dan bijvoorbeeld opnieuw vloerisolatie te plaatsen? Raad je dan aan om misschien toch de focus daarop te leggen? Ik kan daar eigenlijk geen keuze, ik kan er geen advies in geven om de eenvoudige reden van als je dan nu gaat berekenen wat je warmtepomp zou moeten zijn in vermogen, met de huidige norm van isoleren, en je weet dat je de eerste 10 jaar die isolatie niet doen, dan zit je eigenlijk 10 jaar overgedimensioneerd op warmtepomp. Dat wil ook zeggen dat je te veel gaat verbruiken voor hetgeen wat je nodig hebt. Je gaat meer moeten gaan investeren in die warmtepomp. Hè. We gaan in plaats van 1 van 8 kilowatt, je gaat er bijvoorbeeld 1 van 12 kilowatt nodig hebben. Het kost allemaal weer veel meer. Dus ik denk, in alle eerlijkheid, het advies is gewoon isoleren en zorg tegen de warmte die je gemaakt hebt, dat die niet kwijtgerukt is, dat je die binnenhoudt. En misschien zijn er binnen 10 jaar weer compleet andere technieken. Want ik heb nu een Italiaanse fabrikant, ik ben daar vorige week op bezoek geweest. Die hebben nu toch radiatoren ontwikkeld. Is op zich niet spectaculair nieuw, maar ze hebben dat doorontwikkeld. Dat zijn radiatoren die ook op lage temperatuur gaan werken. Dus als je geen vloerverwarming kunt leggen of je hebt het budget niet om dat te gaan doen, en je kunt wel zo'n radiator in de woonkamer zetten, dat ziet eruit als een gewone radiator, convector.
Maar die werken op lage temperatuur vanaf 35 graden. Dus daar kunnen perfect een warmtepomp op aansluiten in een bestaande situatie. Dus je behoudt je leidingnet in je woning. Je vervangt een aantal radiatoren door die ventiloconvectoren. Dat sluit je aan op je warmtepomp. Je stuurt daar 35 graden door in plaats van 70 of 80 graden wat je nu doet met een gasketel of stookolieketel. En die warmtepomp gaat ook perfect functioneren. Investeringskost is wel wat, maar in verhouding tot het uitbreken van uw vloer en vloerverwarming leggen en opnieuw vloeren, is dat peanuts, is dat echt verwaarloosbaar. En daar denk ik in de toekomst dat dat wel een oplossing zou kunnen bieden. Bovendien, een warmtepomp is niet alleen verwarmd, maar ook verkouden. In de zomer draaide dat systeem om en gaat die niet gaan verwarmen, maar gaat die koelen. Dan kunnen die ventiloconvectoren ook dienen als passieve koeling van uw woning. Ja, oké. Okay. Dus ik geloof eerder in die technieken. Is relatief recent. En dan verwacht jij de volgende maanden, jaren, heel wat nieuwe technieken en innovaties op de markt. Wij gaan ze alleszins wel gaan verdelen, per direct. Ja. De komende 10 jaar, ziet je daar nog veel wijzigingen in? Van ja, waar staat Masterlat binnen 10 jaar? Ja, dat is inderdaad. Ja, wat ik net als voorbeeld aanhaal, die ventiloconvectoren, denk ik, en een heel belangrijk is om verder te onderzoeken. En dat zal ook de volgende jaren wel blijken. Warmtepomptechnieken gaan alsmaar efficiënter gaan worden. En ook wel serieus wat uitdagingen, hè, want dat werkt op basis van koelgassen. Niet altijd even ozonvriendelijk. Hè. Dus we moeten ook zoeken naar systemen dat het de ozonlaag niet gaat aantasten. Dus daar zijn nog wel wat uitdagingen. Een grote uitdaging bij warmtepompen is ook nog de lawaaihinder bij de buren. Dus je hebt altijd met een warmtepomp een gigantisch grote unit buiten staan. Daar zit een ventilator in, die draait. Als je dat natuurlijk op de scheidingsgrens met je buren zet, en de trend is dat we allemaal wat dichter bij elkaar gaan wonen, je hebt dat geluidsoverlast en gaat de buren ruzies geven, dat weten we nu al. Ja, omdat we daar al wat ervaring mee hebben met mensen, die het, ja, ik begrijp dat ook langs de ene kant. Als je in Nederland is een project waar ze echt ingeschakelde woningen hebben in een U-vorm, die hebben allemaal aan de achterkant een warmtepomp staan op minder dan 6 meter van elkaar. Ja, die buren kunnen tegen elkaar niks meer zeggen in de tuinen op het moment dat die allemaal aanstaan. Dus dat geeft een gigantisch kabaal. Ja, dus dat wordt ook serieus gewerkt aan isolatiekasten en dergelijke, dus dat lost zich wel op. Maar dat is wel een uitdaging, vooral in appartementen ook. Hè. Doe het maar, hè. Appartementen, 26 stuks. Ja, dat allemaal om de gevel hangen, dat ziet er niet uit. Hè. Je moet met centrale systemen gaan werken, dus er zijn toch wel wat uitdagingen ook op vlak van warmtepompen. En warm water kunnen we er ook niet van loskoppelen, hè, want dat hebben we wel heel het jaar nodig. Hè. Warmte net alleen nodig in de winter. Maar sanitair warm water voor te douchen, dat heb je heel het jaar nodig. En nog net iets meer in de zomer. En dan zijn die zonnepanelen, waar we het er straks over hadden, met een elektrische boiler, weer wel heel, heel aantrekkelijk. Hè. Eigenlijk hadden we dan, ja, als je nu stroom van het net afhaalt, betaalde ik zeg maar iets 30 cent van een kilowatt. Als ik mijn PV-panelen stroom laat terugleveren aan het net, krijg ik misschien 8 cent. Dus je verliest eigenlijk best wel wat aan. Opbrengst als je geen terugdraaiende meter niet meer hebt. Want ik heb een digitale meter, dus dat is niet goed. Eigenlijk is mijn batterij weg, maar een terugdraaiende meter was eigenlijk mijn batterij. We stroom van je PV-panelen kunnen beter gebruiken op het moment dat je die opwekt. Ja, dat is vaak, dus hè? Als je een elektrische boiler zet, dan ga je eigenlijk elektrische energie omzetten in thermische energie en opslagen in warm water wat je gaat gebruiken later die een dag of avond of een ochtend daarna om te gaan douchen. En dat water dat erin zit, is gratis warm water. Het water op zich niet, maar om het te maken is gratis, omdat je de dag voordien 200 of 300 liter hebt opgewarmd aan 0 euro, want je PV-panelen hebben voldoende stroom geleverd om die boiler op temperatuur te brengen. Ja. En dat zien we nu ook heel erg, dat elektrische boilers, wat 10 jaar geleden geen sprake van was dat terug in opmars zou komen, is dat nu onmogelijk om bij te houden qua leveringen. Dus heel veel mensen die gewoon zeggen van kijk, de gas gaat eruit, we hebben PV-panelen en we hebben te veel zonneopbrengst of elektrische opbrengst in de zomer. Van onze energieleverancier krijgen we maar een fractie terug. Dus we gaan dat zelf maximaal gaan gebruiken. En dat is wel logisch. Is, hè? Dat is perfect logisch. Logisch, hè? Want wat je ook wel tegenwoordig ook hebt, is dat je de batterij van een auto kunt gebruiken. Voor eventueel opslag van uw zonnepanelen en dan ook dat gebruiken later. Ja. Dat is dan ook even de happy few die aan een elektrische wagen hebben. Ja. En dan ook het systeem erop voorzien hebben dat ze het in twee richtingen kunnen laten werken. Want je kunt ook de batterij van een auto kunt ook 's avonds insteken.
En als batterij gebruiken voor uw wasmachine en uw vaatwasmachine te laten draaien. Dat kan ook. Hè? Ja, dat wist ik wel. Ook niet bij allemaal. Hè? Maar, ja. Maar dat klopt. Energie dat je hebt. Maar dan ook daar weer, de meeste mensen met een elektrische wagen zijn overdag werken. Die komen s'avonds thuis. Ja, dan is de zon ook niet meer van die aard aanwezig dat het dan nog voldoende is om je batterij op te laden. Ja, maar meestal op het werk gewoon opladen en dan ja, die energie gewoon thuis gebruiken. Dat zal ook heel veel gebeuren, denk ik. Ja. Maar dat zijn wel wat vraagstukken, maar ik vind vooral van dat warm water in de zomer, als je zonnepanelen aan hebt liggen, ja, voor 500 euro, dan heb je een volledig roestvrijstaal, een boiler van 300 liter tegen de muur. Dat is een investering die je heel snel doet. En wat ook installatietechnisch, een installateur op een uurtijd geregeld. Hè. Dus dat is een heel makkelijke winstfactor die je thuis kunt integreren. Hè. Ja. Mm-hmm. Ja, het is allemaal vandaag de dag heel actueel. Het is een zeer hot topic. Dat ik denk iedereen wel op een gegeven moment mee geconfronteerd wordt. Zeker als je bezig bent met renovatie. Ja. Ja, het zijn gewoon allemaal bepaalde onderwerpen die gewoon nu op dit moment allemaal samenkomen. Hè. Het is de klimaat, het is de regelgeving omtrent huizen en de renovatie. De gas, waar je afhankelijk bent van andere landen. Ja, ik denk ook wel, met de straks de toekomst. Ja, er is door het ook heel wat geëxperimenteerd met warmte netten in nieuwe verkavelingen. En dat wil eigenlijk zeggen dat je, we kunnen een voorbeeld pakken, je hebt een verkaveling met 20 woningen. Daar wordt geen gas niet meer aangelegd. En daar komt een verwarming. Eigenlijk het systeem van vroeger in Brussel, New York en Amsterdam, het stoomnetwerk. Hè, dat was vroeger in steden bestond er. Gewoon één dikke buis die langs al die woningen gaat. En elk huis stekt daar af. En door die één dikke buis, is dat een eigendom van een organisatie en een energieleverancier. Daar loopt warm water door. Niet meer of niet minder dan dat. En dat warm water gaat zorgen voor de verwarming en het sanitair warm water van je woning. Dus je hebt zelf geen warmtepomp meer, je hebt zelf geen gasketel niet meer. Yeah. Dus eigenlijk een centraal systeem, en daar zijn ze aan mee aan het experimenteren, maar we in de Kempenoord het idee hadden dat we geothermisch heel wat te bieden hadden. Dus dat je op een kilometer diep gaat zitten, of meer dan 2 kilometer diep, zoals bij ons Ferma. Maar dat is een heel duur investering. Dus ik weet niet of dat de toekomst gaat worden, die warmtenetten, of dat overal even efficiënt kan gebruikt worden en of dat economisch haalbaar gas en daar twijfel ik een beetje aan. Het is ook nog niet helemaal duidelijk, moeten dan de gasleveranciers of de elektriciteitsleveranciers dat gaan doen, of moet de pitpa dat gaan doen, want het gaat tenslotte over water dat je rondstuurt, maar ook niet meer of niet minder dan dat. En dat kent de pitpa dan weer beter. Dus het is een beetje een heel nobel idee, zeker te onderzoeken. Maar of het daadwerkelijk gaat lukken, dat weet ik niet zeker. En al zeker niet of het op diepe geothermie gaat werken, want dat is toch wel aan de taak. Ja. Nu, natuurlijk, dan neemt dat wel een serieuze kost weg als investering om te beginnen voor de particulier. Hè? En als er inderdaad een bedrijf dan zich, of ja, een overheidsbedrijf zich op zou kunnen storten, dan... Het enige wat je nodig hebt is, in je woning is een warmtewisselaar. Dus, want je gaat niet het water uit die baas rechtstreeks gaan aftappen om mee te douchen. Hè? Dus dat is niet het geval. Dus het warm water dat je van je warmtenet aftekt, gaat via een warmtewisselaar, gaat het water in je woning gaan opwarmen. Dus het is een gesloten systeem waar je niet het water aan zich eruit trekt, maar enkel de warmte gaat gebruiken. Dus er zal nog wel een stukje investering in zitten. En dan is er maar de vraag, ja, wat gaat de kostprijs in om die honderdduizenden, misschien miljoenen euro's, wat het aanleggen gekost heeft van dat net, wie gaat dat betalen? Dat is ook nog maar de vraag. Stefan, om nog even terug te komen op de vraag van Roald daarnet. We hebben het een beetje over de toekomst, hè, met het hele warmtepomp gegeven. Nu, voor Masterwatt zelf, waar ziet je dan nog naartoe gaan de komende 10 jaar? Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat we de trend van Nederland gaan volgen, in België ook. Hè. Dus we hebben in Nederland een exponentiële groei meegemaakt de voorbije 7 echte jaar. Waar we nu toch naar een omzet gaan van een kleine 15 miljoen euro. Dus dat is best wel wat. We hebben ongeveer dezelfde groeicurve meegemaakt nu in België. We hebben alleen pech gehad. Iedereen heeft er pech mee gehad. De COVID-jaren waren nu niet de meest ideale jaren om daarmee te starten, om bij klanten te komen, want ja, je kon gewoon niet gaan. Dus ik vind dat we anderhalf jaar kwijt zijn. Maar dat is geen excuus. Integendeel, dat is een uitdaging om een tentje bij te steken. Maar ik denk dat wij de volgende 10 jaar, dat wij echt een leidende rol gaan hebben in het energielandschap op vlak van elektrisch verwarmen en voornamelijk en vooral op ook elektrisch warm water.
Omdat heel wat grote spelers uit de gasbranche, die blijven daar nog wat ver vanaf zitten. En wij, voor ons is dat echt onze core business. Dus de grote spelers, en ik bedoel daarmee de multinationals, die zetten wel in op de warmtepompen, maar die zetten niet in op hetgeen wat ernaast zit, wat op vlak van budgettaire beperkingen wel als heel belangrijk kan worden. En ik zeg ons daar, ik ben het 10 jaar echt als marktleider op vlak van elektrische verwarming in België staan. Oh. Dat zijn mooie vooruitzichten. Ja, en ik kan hem enig vertrouwen zeggen, en dat klinkt misschien heel ambitieus of misschien een beetje pretentieus, maar dat is zeker zo niet bedoeld. Maar er zijn een aantal heel grote spelers in België op groothandelniveau die, in tegenstelling tot wat ik de voorbije 2 jaar zelf gedaan heb, heel dikwijls gebeld en gevraagd van kunnen we eens niet samenzitten. Mm-hmm. Die beginnen nu te bellen van kunnen we eens niet samenzitten. En dat geeft dan toch weer een beetje het vertrouwen van oké, er beweegt iets in de markt. Mm-hmm. En ook er zijn eigenlijk op vlak van specialisme, vlak van elektrisch verwarmen, weinig alternatieven of geen alternatieven die het op een ernstige, onderbouwde manier doen. Ja, als ik ooit ga bouwen, dan... Dan word je altijd al goed meegenomen. Dan stuur ik je er een van als groot aan de lagen. Ah, voilà. Dan heb ik hier toch al wat extra kennis meegenomen. Het is heel boeiend, dat is echt waar. Ja. Het is heel actueel allemaal. Hè. Je kunt het niet meer wegdenken. Hè. Nee. En ook omdat, wat mij ook vertrouwen geeft om heel even op je vraag van net terug te komen, veel buitenlandse bedrijven. Ik was vorige week in Milaan op een beurs. Ik heb daar zelf niet veel moeten rondlopen. Ik had daar 5-6 afspraken van mensen die wisten dat ik daar was. Ze wilden ons product niet verdelen in België en in Luxemburg en in Frankrijk. Dus ze hebben ons ook wel wat gezien van de andere kant, van de productie kent. En dat is natuurlijk ook iets waar je voorzichtig mee moet zijn, dat je je focus ook niet verliest. Daar zijn we er straks een beetje mee begonnen. Houd je focus op een aantal dingen, maar maak dat niet te breed. Dus de verleiding is altijd groot om heel snel te zeggen, we gaan dat doen. Maar nu heb ik ook geleerd van een paar keer te zeggen, we gaan dat niet doen. Of we gaan dat nog niet doen. Ja. Eerst maar eens zien dat de dingen die we nu in portefeuille hebben, dat we dat echt superieur goed doen. Ja. En dan kan de rest mee groeien. Ja, dat is een goede tip. Hè? Ja, je ziet dat... Als het bij iemand goed begint te lopen of zo, dan wil anderen daar ook mee gaan. Hè? Allee. En dan is het goed bekijken van... Is het inderdaad voor mij ook een meerwaarde om met hun samen te werken? Klopt. En dat is een beetje zoeken, hè, want ik zeg het, je hebt altijd zopper zijn opportuniteiten waar je echt van wekker ligt van oei, deze wil ik echt heel graag doen. En achteraf, als je alles op rijken hebt gezet, beslist van we gaan dat nu niet doen. Dat is ook niet altijd fijn, hè, want je weet dan dat je misschien goud in de handen hebt wat je dan, of wat je nog niet weet. Maar soms heb je dat gevoel en in veel gevallen is dat ook juist. Kan ook ferm tegensteken. Hè. Mm-hmm. Maar ik vind ook dat je als distributeur of als exclusieve partner voor dat bedrijf geëngageerd, dan moet je dat ook correct doen. Als je dat niet doet, dan worden je contracten ook wenkel en dan wordt dat terug hergenegocieerd. Dus je moet op zijn minst 200% je best doen om een merk neer te zetten en dan wordt het ook altijd beter in. Aan twee kanten. En als je dat niet correct doet om te zeggen, ik heb een leuk contract, daar begint het pas. Hè. Het is geen eindpunt. Stefan, we hebben het nu voornamelijk gehad over de Maastraat. Ik zou nog gerust over het politieke gegeven ook nog een uur kunnen praten. Misschien in een andere podcast. Wie weet, wat zit er nog aan te komen van het jaar? Mm-hmm. Maar we hebben alvast een hele hoop bijgeleerd over centrale verwarming en al wat erbij komt kijken. Ik hoop dat je het mee kunt doen. U toch iets beter leren kennen ook, hè? Ja, of fijn. Het was hier ook eens ja. Absoluut. Voilà. Absoluut. Well, merci om dan langs te komen. Dan willen we jullie nog bedanken voor het kijken. En zoals je weet, kunt u ons ook wel vinden YouTube, Spotify, Apple Podcast. En dan Stefan, waar kunnen we MasterWatt terugvinden? www.masterwatt.be. Je gaat ons alleszins kunnen terugvinden. We zijn ook actief op LinkedIn voor de zakelijke partners. En stefan@masterwatt.be is mijn e-mailadres. Dus altijd bereikbaar. Voor alle verwarmingen, of elektrische verwarmingen. AVAC. Ja. AVAC was de correcte term. Ik ga het niet meer vergeten. Ja. Nee, voilà. Ja. Merci voor het kijken. En dan zien we jullie bij de volgende aflevering. Salut. Salut.